We zitten hier vandaag omdat de eerste single van mijn debuutalbum The Fever Project uitkomt en die heet Sweet Talking Honeys. Het album heet The Fever Project omdat ik begonnen ben in de coronaperiode waar ik veel tijd in mijn handen had en ik wilde voor mezelf bewijzen dat ik wat anders kon dan alleen grooves bouwen. Toen heb ik besloten om muziek te gaan maken met muzikanten, sessieschrijvers, allerlei creatieve mensen over de hele wereld en op die manier heb ik een album samengesteld. Muzikaal gezien zit het album meer in de hoek van disco-pop met invloeden van house en funk. Misschien een stijl die mensen niet direct van mij verwachten, maar dat was ook juist de uitdaging voor mij. Ik ben een kleine 2,5 jaar bezig geweest met het album. Er zijn nu een track of 10 uitgekomen waar ik echt tevreden over ben. En ik kan eigenlijk niet wachten om het jullie te laten horen. De single Sweet Talking Honey is een samenwerking met bandleden van de Londense band Brother Zulu. Die heb ik leren kennen via SoundCloud. We hebben wat muziek over en weer gestuurd. En uiteindelijk hebben we hier samen met mijn maat Brian hebben we nog live sax opgenomen. Het komt nu uit met de zanger Max Duhoey. Mensen kunnen de track overal streamen waar ze willen. Dus Spotify, Amazon, iTunes. Maar ze kunnen hem ook kopen op Beatport, als je maar streamt.